Top best prank al, wij hopen dat jullie het leuk vinden. Hallo? Ja? Ja, hallo, ik ben de buurman. De Vereniging van Eigenaren heeft mij uw telefoonnummer gegeven. Ik ben u omdat het laatst behoorlijk naar wiet stonk in het trappenhuis. En het leek erop dat het uit uw huis kwam. Klopt dat? Ja, daar ga je goed voor, jongen. Wat is goed, kijk, wat ik zeker weet is dat er rook hing op de overloop en het rook naar wiet. Wat ik niet weet is waar de rook vandaan kwam. Bij sta je beneden en er doet niemand open. Hé, hey, luister, dat ja, luister, kunt u me bevestigen welk huisnummer dit is? Bel aan me, nummer 5. Olem, denk ik, weet niet dat het app is, je moeder. Hoe bedoelt u? Hoezo u heeft geen pizza besteld? Ja, ik sta hier met de brommer, sorry, ik hoor u heel slecht. Hoezo heeft u geen pizza besteld? Ja, hallo, ja, ik ben de pizzabezorger. Ik sta hier beneden en er doet niemand open. Tampon die nek. Ja, luister. Hoekje van de straat, of hoe zit dat precies? Ik snap jou nog steeds wat jouw man zegt. Jij bent pizza koerier? Sorry hoor, maar u heeft 12 pizza's besteld van onze special pineapple and duck. Ik ben daar letterlijk over 5 minuten. Ik heb geen pizza's besteld. Oké, er is hier een bestelling via dit nummer. Een totaalbedrag van €112 dat cash betaald moet worden. Daar hebben ze jou genaaid. We zijn ook zelf ook een pizzeria, dus... Bent u een grapje aan het maken? Dit vind ik niet grappig. Wij zijn geen pizza... Luister eens, ik heb geen pizza besteld. En, u staat hier in mijn geschiedenis. Je kan deze bestelling niet ontkennen. Wat is jouw kankerprobleem, mafkees? Doe normaal, jongen, ontkennen. Wat moet ik ontkennen, jongen? Kanker. Weet je, ik ben er zo. En ik hoop maar dat het bedrag klaar staat. Oh, oké, kom maar. Hoe lang gaat het duren? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Ik ben de koerier voor de pizza die u heeft besteld. Ik ben onderweg alleen, ik heb een vraagje. Nog één keer. Gaat veel snel voor mij. Je bent de koerier voor de pizza die je hebt besteld. Ik snap hem niet meer. Ja, ik kon het adres niet vinden. Is het, zeg maar, op het hoekje van de straat? Of hoe zit dat precies? Nee, maar... Sorry hoor, maar u heeft 12 pizza's besteld van onze special pineapple and duck. Ik ben daar letterlijk over 5 minuten. Luister, vriend. Een ogenblik geduld alsjeblieft. Je mag wel blijven doorlullen, maar ik begrijp je niet. Heb ik bij jou okay, besteld? Oké, er is hier een bestelling via dit nummer. Een totaalbedrag van €112 dat cash betaald moet worden. Nee, klopt niet. Ik ben zelf een zaak. Hoe kan ik bij een andere zaak bestellen? Bent u een grapje aan het maken? Dit vind ik niet grappig. Ben jij een grapje aan het maken? U staat hier in mijn geschiedenis. Je kan deze bestelling niet ontkennen. Oké, veel plezier, jongen. Veel plezier. Doei. Weet je, ik ben er zo. En ik hoop maar dat het bedrag klaar staat. Als jullie de video leuk vonden, doe dan een dikke duim omhoog. Abonneren kan, klik op het belletje om geen video van mij te missen.